Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag doen wij een video over mijn top 5 maps in Call of Duty. Op nummer 1 staat natuurlijk Raid. Raid is een best wel chille map, want je kan gewoon makkelijk kills krijgen. Zoals je ziet heb ik daar ook gewoon de 25 om 8 gehaald. Dus dat is super nice. Een midden is ook chill, kun je gewoon makkelijk naartoe rushen. Kun je een beetje campen, maar ja. Nummer 2 staat Nuketown. Nuketown is een hele chille map. Gewoon een klein mapje. Loop naar de bus toe. Gooit je granaat eroverheen. Gooit je sticky bomb eroverheen. Gooit al je gekke dingen eroverheen. En je hebt makkelijke kills. En je kan ook gewoon een beetje campen achter de bussen. Dus dat is op zich ook wel nice. Maar je hebt gewoon twee chille spawns. Dus dat is ook nice. Nummer 3 staat natuurlijk Standoff. Standoff is ook een best wel kleine map. Maar ook wel fijn. Alleen, het nadeel wat ik vind, is dat je gewoon aan de goede kant moet spannen. Ja, ik heb een goede kant en dat is bij Domination is dat niet A, maar is dat C. Ik vind C hele chill, of ja, in de buurt van C vind ik wel chill. En ja, bij A vind ik gewoon niet zo chill. Kun je makkelijk gespannen, trap worden en zo. En op nummer 4 staat Hijacked. Hijacked is de map met de gave boot. Je kan gewoon van 3 kanten aanvallen. Via de buitenkant, via de 2 zijkanten. Of gewoon lekker van boven. En ja, je kan gewoon chill spelen. Je kunt gewoon de sneaky dingen doen. Gewoon onderlangs, onder de grond door en alles. Dat vind ik echt super nice in deze map. En op nummer 5 staan natuurlijk Slums. Slums is een soms chille map, vind ik. Soms is hij wel heel chill, soms is hij niet chill. Ja, dat gaat niet echt om. Maar ik vind hem wel nice. Je kan gewoon in het huisje campen. En iedereen gewoon afslachten. Bij bijvoorbeeld Domination. Gewoon lekker alle kills krijgen. En ja, dan heb je gewoon het gemaakt. Maar mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik wil hem te maken. Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Het heeft veel moeite gekost om deze video in elkaar te zetten. En dan hopelijk check ik jullie bij de volgende video. Later. We'll be right back.